1989, toen was ik 12. Ik ging net naar de middelbare school. Veel spelen nog gewoon. Af en toe is verliefd zijn op een vriendinnetje. Ja, dat was wel een beetje mijn leven. Eén ding wat ik nog heel goed kan herinneren uit die tijd is dat ik een blinde darmontsteking heb gekregen. Daarvoor heb ik uiteindelijk 2 weken in het ziekenhuis gelegen. En dat was wel zo'n moment dat ik dacht van wow, dat zeg maar leven en gezond zijn niet vanzelfsprekend is. Nou, ik vind het een markant punt in de geschiedenis dat heel veel landen, bijna alle landen, hebben gezegd dit zijn basale rechten, zodat kinderen gewoon in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Maar op heel veel plekken in de wereld is dat gewoon niet aan de hand. En UNICEF probeert daar met mannenmacht wat aan te doen. Ik vind dat ieder kind kind moet kunnen zijn. Daar hebben ze gewoon recht op. En dat hebben we ook met elkaar afgesproken in het kinderrechtenverdrag. Ik sta voor die kinderrechten. Jij ook?